Groeneveld. Nou, Groeneveld, daar is de beslissing. Nummer 11 van het seizoen. En zo wint NEC. Jong AZ verloor afgelopen vrijdag met 2-0 van NEC. Ondanks het resultaat was Martin Haar na afloop van de wedstrijd positief over de ontwikkeling die zijn ploeg dit seizoen heeft laten zien. Over een heel jaar genomen zie je gewoon dat deze groep gewoon veel beter is geworden. En dat je eigenlijk over 90 minuten gelijkwaardig bent aan NEC. Onderweg van richting veranderd. Nou, ik zei het, eentje voor de statistieken. Het is 2-6. Want eerder dit seizoen verloren de Jong Alkmaarders met 7-2 van NEC. Ook spits Ferdy Druijf ziet de groei die hij en zijn team sinds die wedstrijd gemaakt hebben. Waar we in het begin stonden en waar we nu staan. We zijn fysiek, zijn we sterker, conditioneel zijn we sterker geworden. En je ziet gewoon potentie in elke jonge hero die hier speelt. Aanstaande zaterdag speelt Jong AZ tegen de Graafschap. De laatste wedstrijd van het seizoen. Het is ook de laatste keer dat Martin Haar op de bank zit. Hij wordt na dit seizoen de trainer van Velsen. Maar hij blijft ook nog een beetje verbonden aan AZ. Ik heb afspraken gemaakt met Max. En ik ga bij de bovenbouw wat doen. 2-3 ochtenden. En ik doe een amateurclub vlak in de buurt. En dat moet het zijn. En dan moet ik gaan wennen aan wat meer vrije tijd. Persoonlijk vind ik het zelf jammer. Ik vind het een hele goede trainer. En hij heeft me veel geleerd ook deze 2 jaar. Die ik 2 jaar bij hem train. Vorig jaar natuurlijk was het tweede divisie. Heb ik ook nog onder hem getraind. Ja, hij heeft me veel geleerd. En bij Velsen zal hij het ook wel goed doen, denk ik. Lekker! Wat is nou echt iets in jouw spel wat Martin Haar jou geleerd heeft? Ja, vooral dat ik ook voor het doel komen. De eerste aannames dat ik rustig moest blijven. En dat was, daarvoor was het nog best wel een beetje wild, zeg maar. En nu heeft hij mij erop laten wijzen, zeg maar, in positiespel. Dat ik ertussen moest gaan staan, dat ik rustig moest blijven. Achter de rug wegbewegen. En ja, dat heeft hij me wel echt geleerd, deze 2 jaar. Gevoelsmatig zeg ik dat ik altijd een hele goede band met mijn spelers had en heb. En dat ik best wel veeleisend ben geweest. Maar ze weten ook, en dat heb ik altijd verteld, dat het in hun eigen belang is. En dat ik het alleen maar heel leuk zal vinden als deze jongens een gaan slagen in de betaalde voetbal. Dat hoort erbij. En af en toe heb je natuurlijk gewoon woordenwisseling. Heb je dat. En, maar nee, het, is wel, het zit wel goed. Dit is ook een variant. We hebben ook tegen elkaar gezegd van het is de laatste wedstrijd en we moeten deze gewoon winnen. Ook voor die 48 punten, dat we dichter bij die 50 komen. En natuurlijk, het leeft ook wel dat we het voor Martin, omdat het de laatste wedstrijd is, om dat te doen.